hele goede dag en welkom bij deel 6 van de Let's Play Levensweg. Mijn naam is Lizzie en ik ga vandaag weer spelen. Ik had Lorien een rondje laten maken door zaden te vinden en ze kwam toevallig deze koraalslang tegen. En ja, en die was veel geld waard, dus en die was per ongeluk ontsnapt. Dus ik ga hem nu snel verkopen voor ik hem weer kwijtraak. 689 simdollar. Hoppa, kaching. Dat verdient lekker. En daarnaast heeft ze dus ook zaadjes gevonden en zo. Ik kan die verkopen, maar ach. Voor nu houden we ze mooi. En zoals je misschien kan zien, ik heb Lorina outfit een beetje, niet een beetje, veranderd. Ze had een zeer zomerse outfit aan. En nu heeft ze gewoon een herfstig winter outfitje aan. Hoe je het wil omschrijven. Mag je kleine jongetje even spelen met en daarna knuffelen. Ja, dat is het dan wel ongeveer. Ik heb een paar dagen zonder camera gespeeld. Omdat er niet heel veel gebeurd is. Ik heb wel een nieuw bed gekocht. Dat is ook even een dingetje. Nu alleen nog een nieuwe gasfornuis. Maar daar had ik nog niet heel veel geld voor. Dus vandaar dacht ik, nou, dan stel ik dat nog eventjes uit. Wat is er verder gebeurd? Niet zo heel veel eigenlijk. Conan. Oh ja, Conan heeft inmiddels een vriend erbij. Dat was heel nodig. Ik heb met Cheyenne Fox van zijn eigen werk, zijn baas is dat eigenlijk, heb ik die heb ik over laten komen en toen heb ik zijn vrienden gemaakt. Dus ja, hij heeft eindelijk zijn vrienden. En dat betekent dat hij met charisma ook een niveau omhoog is gegaan. Hij is zelfs al bijna niveau 6. Hij moet dan nog wel weer een extra vriend vinden. En hij is nog steeds stemmerteller. Maar zoals je ziet, hij is zeer goed op weg om zo meteen promotie te gaan maken. Ja, dat was het geloof ik wel. Dat zijn alle updates. Oh, Lorien mag even de wc ontstoppen. En tot hoe laat moet Conan eigenlijk werken? Tot 3. Oké, prima. Kleine Max doet het goed. Ook wel leuk om te weten misschien. En Conan heeft 186 simdollar verdiend. En geen promotie. Oh, hij is nog niet klaar. Krijgt hij dat nog, denk ik. Yes. Hij heeft een bonus verdiend van 372 simdollar. En hij wordt nu campagnestagiair. Je ijver is niet onopgemerkt gebleven. En de rest van de campagne mag je als campagnestagiair werken. Kopieën, kopieën, kopieën. Doe brochures op de post. Bel potentiële sponsors. Haal koffie. Hou de niet-machines in topconditie. En als allerbelangrijkste, doe het met charisma. Deze campagne, of in ieder geval de kopieermachine, kan niet zonder je. Conan verdient nu 33 somdollar per uur en werkt van 9 tot 4. Dus hij moet een uur langer. Oké, tijd weer aanzetten, dan kan hij lekker naar huis komen. Ja, hij verdient nog niet zoveel eigenlijk. Als je dat, hij is ook nog maar niveau 3. Ik stel veel te hoge eisen. Wat ik even snel ga doen. Conan staat nu ergens. Ik weet niet precies waar hoor. Hij zit in de auto. Nee, niet naar huis. Even stoppen. Niet naar huis. Uitstappen. Goed zo. Wat ik even hem wil laten doen. Lag je nou een zaadje? Nee. Sorry, ik ben een beetje geobsedeerd door die zaadjes allemaal. Oh, hij kan geen feest geven thuis. Of dat kan niet, omdat hij niet thuis is. Hij kan wel een feest op locatie geven. Dus dan moeten we dat maar doen. Ja,
Want er moet natuurlijk een vrijgezellenfeest komen. Voordat ze gaan trouwen, en ik wil ze eigenlijk wel redelijk snel laten trouwen, maar dan moet er eerst een vrijgezellenfeest gehouden worden, dus vandaar. En waar zullen we het eens even doen? Oh, dat is wel redelijk duur. Even zoeken hoor. Ja, ik wil wel iets wat overdekt is. De oude zuipschuit. Prima. Saloon. Daar gaan we het feest houden. En wat gaan we doen? Vrijgezellenfeest. Begint om 5. Ja, vind ik prima eigenlijk. Die gaan we uitnodigen. Onze vrienden die we hebben. En verder de rest die we kennen. Ja, prima. Niks meer aan doen. Vrijgezellenfeest begint om 5. Prima. Lorien blijft natuurlijk thuis. Het is een beetje, zeg maar, ik vind het een beetje overdreven om 2 vrijgezellenfeesten te geven. Maar ik vind het ook een beetje gek om, ik vind het ook een beetje gek om een vrijgezellenfeest te geven waar Lorien bij is, zeg maar. Dus dat gaat niet gebeuren, maar Lorien mag lekker met kleine Maxi, die is ook nog even de fles mag geven. Oh, de eerste gast is er al, joh. Dat gaat snel. Wauw, deze tent zit bomvol. Populaire spot voor deze avond. Je mag even snel naar binnen. Voordat iedereen straks buiten blijft staan. Ga hier maar heen. Wat gebeurt hier? Ah. Iemand gaat hem met sprankelende nectar bespuiten. Dat is Roos, volgens mij. Ja, Roos Doorn. Hoi Roos. Oké. Superleuk. Hoort bij een vrijgezellenfeest. Oh, wacht even hoor. Lekker ver ingezoomd. Je mag hierheen. En dan krijg je de moedlet bedekt met nectar. Jeetje, wat is dit enig. Maar bescherm je ogen, want dit goedje prikt. Hij is binnen. Het feest kan beginnen, want koning is binnen. Lekker cheesy. Ja. Wie is dit? Kim Marshall. Leuk begroeten. Wie is dat dan? Imogen Pally. Goedkope drankjes. Het is tijd voor happy hour. Oh, en ze vinden elkaar wel leuk. Dat mag niet. Hallo, je bent hier om je vrijgezellenfeest te vieren. En dat komt omdat je gaat trouwen. Dat is Cheyenne. Dit is de baas van Conan. Dit is Gracie. Oh, maar we moeten nog een extra vriend. Dus dat kunnen we mooi dan nu doen. Compliment geven over dansen. Een geheim delen. Dit is goed, ja. Even kijken hoor. Pa-da-pa-pa. Mop vertellen. Hier zijn de 2 vrienden. Benjamin is vriend. En Cheyenne is vriend. Roos niet, maar... De relatie is ook niet heel slecht, volgens mij. Even kijken hoor. Oh. Minder goed dan ik dacht. Oh.
Meer vragen een toast uit te brengen. Bada. Ik wil niet dat de rekening te hoog wordt. Ja, dat vind ik dus een beetje gek, want er is helemaal geen rekening op dit moment. Prima hoor, mag van mij, maar... Je vrienden hebben de feestdanser opgetrommeld. Dit feestje kan wel, wat opgepept worden. Oeh, is het zo'n slecht feestje? Een rondje geven. Ik weet niet hoe duur dat is, maar dat geeft niet. Happy hour is af. Ah, oh, ben ik net te laat voor happy hour. Hier, en Kim staat hier een toast te geven. Max kan niet alleen gelaten worden. Hier blijven. Waar zou je heen? Niet naar het feestje, toch? Nee, je gaat helemaal niet je toast luisteren. Je gaat naar huis. Lorien. Terug naar huis. Nee. Is ook lastig, ik snap het, maar... Toch. Vers gebakken koekjes te koop. Ga koekjes afleveren in de school om geld te verdienen. Ik weet eigenlijk niet eens of zij koekjes kan maken al. Maar dat gaan we zien. Lorien, ga jij eens even heel snel naar binnen. Bij je zoon. Je mag eerst even naar de wc toe. En daarna... Even kijken of jij koekjes kan maken. Toetje op dienen, pompoentaart. Nee. Het is niet echt een diner, hè? Nee. We kunnen wel pompoentaart maken. Lijkt me ook lekker. Dus ga dat maar vooral doen. En dan gaan wij ondertussen weer naar het vrijgezellenfeest. Waar ben jij? Jij zit hier. Je bent op dit moment onzichtbaar. Kijk, dat is één drankje. Oh, dit is een aardig drankje wel. Romantisch drankje drinken. Gooi die handen in de lucht. De tijd van de feestdansen zit erop. Dit lijkt me wel een leuk feestje, dus misschien blijf ik nog even hangen. Wie is de feestdanser dan? Ik zie helemaal geen feestdanser, of ligt het aan mij? Oh, die is als cheerleader. Oké. Okay. Leuk. Ga jij eens even wat drinken, meneer? Mister. En uierringen eten. Of niet? Is er nog ergens anders te eten? Kipvleugels eten? Nee, we moeten echt zelf iets bestellen, denk ik. Eten bestellen, enkele maaltijd, nachos, prima. Oké, okay, ga maar niet eten van iemand anders afpakken. Oeh, hij is in de stemming van de sap. We gaan in ieder geval de rekening sluiten. Ik zou graag willen dat hij op een bar kon gaan staan, maar dat kan helemaal niet. Balen. Nou, weet je wat ik doe? Ik denk dat ik gewoon naar huis laat gaan. Met sprankelende nectar bespuiten. Ga gewoon eventjes... meer mensen... Oh, hij gaat eerst eten. Dat is prima. Ga maar even eten dan. Hij moet morgen wel werken.
Dus ik denk, ja, ik laat hem gewoon hierna naar huis gaan. Oh, sorry. Mijn fout. En Lorien ligt waarschijnlijk te slapen. Nee. Oh ja, die was bezig met de taart. Lekker, top. Mag je deze even... klikjes opruimen? Oh ja, je mag zelf ook best wel even een hapje eten. Nou, weet je wat? Ik zet hem wel voor jou weg. Het gaat me allemaal weer veel te langzaam. Even kijken, je moet eventjes bij kleine Maxi. Want Maxi mist sociaal. Het was een bescheiden succes. Nou, prima. Het hoeft ook geen spectaculair feest te zijn. Daar is je niet zo goed in. Maar het is wel goed zo. Lorien, je mag even de fles geven. Conan is thuis. Jij mag eerst even hop, hop, hop gebruiken. Hey, douchen. En daarna lekker slapen. Hoppa. Lorientje. Even voor de kleine zorgen. Wil ze hem knuffelen? Oké. Alweer. Maar dat mag. Lorien moet even de larven schonen. Vieze larven schonen. Daarna knuffelen. Dan in zijn bedje leggen. En daar... Oh, ik vergeet... Ik zet de tijd de hele tijd per ongeluk stop. Gaan we hem nu even extra snel aanzetten. Yes, en ze gaan lekker allemaal slapen. Nou, top. Helemaal goed. Dan stop ik bij deze, stop ik dit deel. Dan was dit deel 6 van de Let's Play Levensweg. En dan zeg ik voor nu... Tot de volgende keer, tot de volgende video. Doeg!